ben hier in de Groene Kathedraal in Almere met Valerie Mak. Al jarenlang intensief betrokken bij de culturele sector in Flevoland. Als je aan cultuur in Flevoland denkt, Valerie, waar denk je dan aan? Als ik aan cultuur denk in Flevoland, denk ik eigenlijk gelijk altijd aan pionieren. Soms uit noodzaak, maar soms ook omdat het echt een cultuur is die we hier in deze jonge provincie hebben. En kunst is sowieso een fantastisch middel om mensen te onderwijzen, verhalen te vertellen en het omarmen en vinden van de schatten van het hedendaagse. Omdat dat de verhalen zijn die ons maakt. Ja, we staan hier in de Groene Kathedraal. Dat is een van onze landschapskunstwerken in Flevoland. We hebben er 9, veel meer. Als provincie zijn we met allerlei activiteiten bezig om de cultuur en de kunsten in Flevoland te versterken. Onder andere via het Fonds Culturele Ontwikkeling. Daar ben je ook bij betrokken. Kun je daar wat over vertellen? Daarmee geven we makers en het publiek de kans om kunst te ervaren vanuit een bril waarmee ze zich ook kunnen identificeren. En het mooie daarin is dat we gewoon geschiedenis gaan schrijven met de makers die we op dit moment ook echt in Flevoland hebben. En waardoor ik echt ervan overtuigd ben dat kunst ook veel breder gedragen gaat worden. Ja, het zou natuurlijk heel goed zijn als mensen in Flevoland zich veel meer beginnen te realiseren dat kunst eigenlijk maakt wie je bent of maakt wie wij zijn met elkaar.